Tijdens het derde Wereldpetroleumcongres in Den Haag reed een merkwaardige stoet Scheveningen binnen en de boulevard op. Het was geen circuskaravaan, maar een rijdende fabriek die volledig is ingericht voor de productie van stalen vaten. De machines zijn gemonteerd op een dertigtal aanhangwagens en opleggers die in korte tijd met elkaar verbonden kunnen worden en dan een mobiele fabriek vormen. De stroom wordt opgewekt door middel van grote aggregaten. Nog tijdens de opbouw is men in staat met het fabricageproces te beginnen. Stalen platen worden rondgewalst. De naad wordt vervolgens elektrisch gelast. Met behulp van een zeer ingenieus apparaat wordt nu in de wand ter versterking een rand geperst. Het vat begint nu vorm te krijgen. De deksels worden aangebracht en dan wordt het vat na controle op lekdichtheid gespoten. Het drogen van de verf is een kwestie van een ogenblik en geschiet in een door lampen verwarmde ruimte. Het eerste vat werd al na 18 minuten aan het congres aangeboden. Deze rijdende fabriek die in de meest afgelegen gebieden kan werken is een staal van uitzonderlijke ondernemingsgeest waarmee Nederland tijdens het Wereldpetroleumcongres alle eer heeft ingelegd.